Goedenavond en welkom bij het verleden van Groningen. De vorige week nam ik u mee op een reis door de vroegste geschiedenis van onze provincie. En die eindigde met het verhaal van de wierdebewoners. Veel van die wierden zijn in de vorige eeuw afgegraven en de vruchtbare grond werd gebruikt om de akkers te bemesten. De wierden die er nog wel staan danken hun redding vaak aan het feit dat er een kerk op stond. En die mocht natuurlijk niet worden afgebroken. Dat brengt ons automatisch bij het onderwerp van deze week. De bekering tot het christendom van de bewoners hier in het noorden. In deze kist die ze hier in het Duitse Weerden bij Essen ronddragen, liggen de botten van de missionaris Ljutger, die veel Noordelingen tot het christendom heeft bekeerd. Tegenwoordig kent bijna niemand in Nederland zijn naam meer, want zijn voorganger Bonifatius die was veel bekender. Je kunt het je moeilijk voorstellen, maar er was ooit een tijd dat dit soort processies ook in Groningen gehouden werden. Bij christendom denken wij in Groningen tegenwoordig aan de protestantse of gereformeerde variant. Maar de brengers van het christendom in onze streken waren katholiek. En Groningen was in de middeleeuwen een katholieke streek. De apostel van Groningen wordt Ljutger wel genoemd, omdat hij het christendom naar onze streken heeft gebracht. Ljutger was niet zomaar iemand. Hij is in 742 geboren in de buurt van Utrecht in een aanzienlijke familie. Zijn grootvader is een Friese edelman die zich tot het christendom bekeert. Ljutger studeert eerst in Utrecht en later in het Engelse York, bij een in die tijd zeer beroemde kloosterschool. En in 787 wijst Karel de Grote hem aan als missionaris van de Friezen, zoals men in die tijd alle bewoners van onze streken noemde. En Ljutger krijgt de opdracht om alle bewoners van het gebied ten oosten van het riviertje de Lauwers te bekeren. Ljutger is niet de eerste missionaris in onze streken. Willibrord en natuurlijk Bonifatius gingen hem voor. Maar die laatste is in 754 bij Dokkum om het leven gebracht door de heidense Friezen. Pas als Karel de Grote, de koning van het Frankische Rijk waar ons gebied dan onder valt, de leider van de Saksen, Widikund verslaat, is het veilig genoeg om een nieuwe missionaris te sturen, Ljutger. Missionarissen trekken niet in hun eentje een nieuw gebied in om de bewoners tot het christendom te bekeren. Ze reizen meestal in een groot gezelschap. Met Bonifatius sterven in 754 in Dokkum 52 grotendeels zwaar bewapende metgezellen. De missionarissen zijn dus niet echt welkom en dat weten ze ook. Hoe missionarissen te werk gaan weten we niet precies, want het zijn alleen legendes die de tijd hebben overleefd. Ook over Ljutger. Volgens het verhaal ontmoet hij rond 785 op de wierde Helwert bij Usquert de blinde dichter Bernlef. Ljutger probeert hem te bekeren tot het christendom, maar Bernlef wil niet. Hij zegt: als uw God zo machtig is, toon mij dan een teken van hem. Ljutger legt zijn hand op hem en Bernlef kan weer zien. Dergelijke volksverhalen zijn van groot belang voor de verspreiding van het christendom. Het zijn wonderen die, waar of niet,
ontzag opwekten voor het nieuwe geloof. Ze maken niet alleen indruk op de eenvoudige boeren, maar ook op de elite van de gemeenschap. En op die groep richt Liudger zijn bekeringswerk. Als die eenmaal bekeerd is, volgt de rest min of meer vanzelf, is het idee erachter. Liudger is zelf afkomstig uit een Friese adellijke familie. En hij spreekt de taal van deze mensen. Eigenlijk is hij één van hen. Doordat de missionarissen de plaatselijke elite bekeren, komt de leiding van de parochies in handen van diezelfde elite. Vaak is de pastoor afkomstig uit een aanzienlijke familie, zeg maar de rijke boeren van het dorp. En hij is meer dan alleen een geestelijk leider. Vaak is hij rechter en soms heft hij ook nog de plaatselijke belastingen. Dat betekent dat vanaf de invoering van het christendom er een sterke band ontstaat tussen de kerk en de plaatselijke machthebbers. En het duurt al met al een paar honderd jaar voordat de hele bevolking is overgestapt naar het nieuwe geloof. Bij die overgang spelen plaatselijke helden een grote rol. Hier in het noorden is een van de bekendste daarvan de heilige Walfridus. Rond het jaar 1000, dus 200 jaar na Liudger, kent iedereen hem in de verre omtrek van Bedum waar hij woont. En de kerk hier in Bedum is later naar hem vernoemd. Maar Walfridus is niet alleen bekend geworden door de verspreiding van het christendom in deze buurt. Het gemeentewapen van Bedum herinnert aan drie zaken waar hij hiermee bezig was. In de eerste plaats brengt hij het christendom naar Bedum, gesymboliseerd door het kruis. In de tweede plaats maakt hij een begin met de verzwaring van de Woldijk, de waterkering rondom Bedum, en helpt hij met de ontginning van de veengebieden bij Bedum, vandaar de spade. En hij introduceert een rechtssysteem, vertegenwoordigd door de wettafels in het wapen. De Walfridusvrede is in de middeleeuwen een bekend begrip in het noorden. Het zijn de dagen rondom rechtszittingen, waarin strijden de partijen de wapens moeten neerleggen en iedereen zich veilig naar een rechtszitting kan begeven. Walfridus wordt door zijn omgeving gezien als een weldoener en na zijn dood vereerd als een heilige. Voor de kerk is die vereering propaganda voor het nieuwe geloof. Deze mensen zijn op bedevaart en ze gaan naar Bedum. Daar kunnen we ons nu niets meer bij voorstellen. Groningen is overwegend protestant en katholieke gebruiken zoals processies en bedevaarten kennen we niet meer. Maar in de middeleeuwen gaan duizenden pelgrims naar Bedum, naar het graf van Walfridus en zijn zoon Radfridus, want boven dat graf zouden zich wonderen voordoen. Liudger is hier begraven in het klooster in de Duitse Weerden dat hij zelf gesticht heeft. Of eigenlijk moet ik zeggen in Weerden dat nu in Duitsland ligt. Want toen hij in 809 overleed waren er nog geen landen zoals we die nu kennen. En dus ook geen Duitsland, Nederland of zelfs Groningen. Liudger stichtte dus rond 800 het klooster bij Weerden. En rond 1200 was de christianisering zo ver gevorderd dat ook in het noorden kloosters gebouwd konden worden. Hier, in Aduard, stond een van de grootste en belangrijkste kloosters van heel Noordwest-Europa. Het Sint-Bernardus-klooster. De kerk alleen al was groter dan de Martinikerk. Later is dat klooster grotendeels afgebroken. Wat over is gebleven is de ziekenzaal en die is hier nu nog in gebruik als hervormde kerk. Het eerste klooster op Gronings grondgebied, voor zover bekend, is het Oldeklooster bij Kloosterburen. Het is gesticht rond 1175 en hoort bij de orde van de Premonstratensers of Norbertijnen. Vanuit dit klooster wordt in 1204 een zogenaamd dochterklooster gesticht, het Nijenklooster bij Weerdenhoorn. Zo ontwikkelen de verschillende kloosterordes een netwerk van kloosters en bezittingen.
Een bekend klooster is Bloemhof in Wittewierum. Want daar wonen de abten Emo en Menko, die een kroniek, een soort dagboek bijhouden. En veel van wat we weten over Groningen tijdens de middeleeuwen stamt uit die kroniek. Maar het grootste, rijkste en beroemdste klooster is dat van Aduard. Hier, op deze maquette, is te zien hoe groot dat klooster is geweest. De belangrijkste gebouwen zijn nagebouwd op een kaart van het huidige Aduard dat toen nog niet bestond. Het klooster bezit een grote bibliotheek met handgeschreven boeken en er wonen talloze geleerden. En dat is belangrijk voor de omgeving, want in die tijd konden de meeste mensen niet lezen en schrijven. Er is nog geen universiteit en er zijn nauwelijks scholen. De kinderen van de elite, de rijke boeren, moeten dus in de kloosterscholen hun opleiding volgen. Maar het klooster is meer dan een centrum van religie, studie en wetenschap. Het Sint-Bernardusklooster in Aduard hoort bij de orde van de Cisterciensers. Maar iedereen noemt de bewoners vanwege hun kleding ook wel grijze monniken of schiere monniken. Deze orde heeft twee soorten monniken. In Aduard zijn er 100 gewone monniken die zich bezighouden met studie en gebed. Daarnaast zijn er 600 zogenaamde conversen. Dat zijn mannen die 's ochtends en 's avonds bidden, maar de rest van de dag werken. Dit soort kloosters zijn daardoor ook enorme boeren- en aannemersbedrijven. Het eerste wat de monniken bouwen is een groot en stevig klooster. En in de tijd dat de meeste mensen in houten huizen wonen, zijn die kloosters dan ook een veilig toevluchtsoord in tijden van oorlog en natuurgeweld. Ach, hoe vreselijk was het mensen als zeedieren te zien ronddobberen tussen de golven. Ongelukkigen zonder vaartuigen te zien varen om wat samengebonden stukken hout of hooi of stro. Als speelbal van het geweld der zee. In deze stormvloed zijn duizenden mannen en vrouwen en kinderen omgekomen. Ook kerken zijn verwoest. Zo omschrijft de abt Emo de gevolgen van de Marcellusvloed op 16 januari 1219. Het is een van de vier grote stormvloeden die Noord-Nederland in de middeleeuwen teisteren en die zorgen voor grote veranderingen in het landschap. De middeleeuwers waren erg kwetsbaar voor de grillen van de natuur. Overstromingen, misoogsten en epidemieën als de pest zijn onderdeel van het dagelijks leven en worden door de mensen gezien als een straf of een beproeving van God. Volgens Emo, hoofd van het klooster dat hier in Wittewierum stond, wilde God door de storm laten zien dat aardse goederen geen waarde hadden in het licht van de christelijke waarheid. Toch waren het juist de kloosters die een voorname rol speelden in de strijd tegen en de regulering van het water. Het is nu niet meer voor te stellen, maar voor de komst van het klooster naar Aduard in 1192 had de zee vrije toegang tot grote delen van Groningen. Hier en daar waren wel wat dijken van slechte kwaliteit door lokale boeren aangelegd, maar 's winters en bij hoogwater stonden grote delen van Groningen onder water. Het aannemingsbedrijf van het klooster, om het zomaar weer eens even te noemen, legde rond 1400 dit kanaal aan, het Aduarderdiep, dat bedoeld was om overtollig water uit Drenthe naar de zee af te voeren. Door de aanleg van het kanaal en de bouw van dijken krijgt het klooster de beschikking over zo'n 6000 hectare vruchtbare grond. Onder andere door het enorme grondbezit neemt in de loop van de middeleeuwen de rol van de kerk en de kloosters op het platteland steeds verder toe. Maar hoe zit dat in het dorp, de latere stad Groningen? In de middeleeuwen heb je hier twee kerken vlak bij elkaar. De Sint Maartenskerk achter mij. En als je hier gaat graven, stuit je al heel snel op de resten van de Sint-Walburgkerk. Twee kerken vlak bij elkaar. Waarom was dat? In 1040 schenkt de Duitse koning Hendrik III een landgoed in de Villa Kruoninga aan de bisschop van Utrecht. Vermoedelijk is dat een boerderij die hier op het Martinikerkhof staat. De bisschop mag van de koning ook recht spreken, tol heffen en munten slaan. De koning schenkt het landgoed aan de bisschop omdat Groningen helemaal aan de rand van zijn rijk ligt en hij er bijna niks te vertellen heeft. Omdat de bisschop van Utrecht dichter bij Groningen zit,
hoopt de koning via de bisschop toch nog wat invloed te krijgen. Als symbool van zijn macht laat de bisschop rond 1100 een nieuwe kerk bouwen, de Sint-Balburgkerk. Deze nieuwe kerk verrijst naast de oude Sint-Maartenskerk. De bisschoppen, in de stad die van Utrecht dus en in de ommelanden die van Münster en Osnabrück, regeren via plaatsvervangers, de zogenaamde prefecten. In de stad Groningen zijn dat de heren van Selwert die hierdoor een bevoorrechte positie krijgen. Dat wekt afgunst en ergernis op van andere belangrijke families. De kerk wordt daardoor partij in hun conflicten. Gedurende de 12e eeuw en het begin van de 13e eeuw komen die aanzienlijke inwoners, vaak handelaren zoals de Gelkingers, steeds vaker in opstand tegen de vertegenwoordigers van de bisschop. In 1245 besluiten de opstandige burgers zelf een bestuur te benoemen, een soort burgemeester en wethouders die zij aldermannen noemen. Verdragen, contracten, kortom, alles wat belangrijk is, moeten zij, zoals in de middeleeuwen gebruikelijk is, met een stadszegel ondertekenen. Voor dat stadszegel laten ze dit stempel maken. Als symbool op het zegel kunnen de burgers kiezen uit twee afbeeldingen van kerken. De Sint-Walburgkerk, de kerk van de bisschop, of die van het volk. En ze kiezen voor de kerk van het volk, de Sint-Maartenskerk. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar in de middeleeuwen was dat een regelrechte oorlogsverklaring aan de bisschop en zijn plaatsvervanger in de stad, de prefect. De bisschop wordt door de burgers dus buitenspel gezet en in 1251 jagen ze de prefect de stad uit. Hij behoudt een paar rechten, maar feitelijk wordt de stad vanaf dat moment bestuurd door de burgerij. Dat wil zeggen niet de gewone burgers, die hebben niks te vertellen, maar door de rijke koopmannen. Hoewel Groningen officieel geen stadsrechten heeft, gedraagt de stad alsof dat wel zo is. De stad is vanaf dat moment na de kloosters de tweede macht in Groningen. Groningen is een vrije stad die het gezag van geen enkele heer erkent. Dat lijkt mooi, eigen baas zijn, maar in onze volgende afleveringen zullen we zien dat het ontbreken van een koning of keizer als hoogste baas ook nadelen heeft. Want als er ruzie ontstaat, is er niemand om die te sussen. Die ruzies ontstaan door de opkomst van een derde groep naast de kloosters en de stad. De vrije rijke mannen in de ommelanden, die zich als adel gaan gedragen, de hoofdelingen. Groningen telt in de middeleeuwen tientallen kloosters, maar die zijn vrijwel allemaal spoorloos verdwenen. Hoe kan dat? Dat komt door een gebeurtenis die we later in deze serie nog tegenkomen. De zogenaamde reductie van Groningen in 1594. Groningen wisselt dan tijdens de 80-jarige oorlog van partij en sluit zich aan bij de protestantse opstandelingen. De katholieke kerk raakt daardoor al haar bezittingen kwijt. Kloosters worden afgebroken en de stenen, de kloostermoppen, worden verkocht voor hergebruik. Hier en daar kun je ze nog steeds aantreffen in oude huizen en boerderijen. Van al die middeleeuwse kloosters is nog maar weinig meer over. Ja, Ter Apel natuurlijk, maar dat is dan ook het laatste klooster wat in de middeleeuwen werd gebouwd in Groningen. Alleen in Aduard, Thesinge en hier in Ten Boer staan restanten van die kloosters die nu in gebruik zijn als protestantse kerk. De kerk brengt niet alleen het christendom, maar ook onderwijs en wetenschap. En bovendien speelt de kerk een belangrijke rol in de aanleg van dijken en de ontginning van het land. Maar de kerk speelde in de middeleeuwen ook een dubbele rol. De rijke boeren, de toenmalige elite, worden als eerste bekeerd tot het christendom en ze krijgen zo de leiding over kloosters en parochies. Maar daardoor raakt de kerk ook betrokken bij ruzies tussen die rijke boeren. En ze worden zo onderdeel van een typisch noordelijk verschijnsel, de vetemaatschappij. Dat is een samenleving waarin ruzies zo nodig met het zwaard worden uitgevochten. Over die vetemaatschappij gaat onze volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Stichting JB Scholtenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Stichting Erven de Jager.